Hey kijkers van Upper Place, we zijn hier weer bij een nieuwe video. Uh, ik ga jullie uitleggen hoe je slabs maakt. Dat zijn deze dingen trouwens. En het gaat met elk soort. Het is vies simpel om te maken. Heel simpel. Wat je nodig hebt is. Uh, bijvoorbeeld, je wilt. Uh, dit soort slap. Deze soort slap. Laten we proberen om in ieder geval drie soorten te doen: deze en. Laat ook steen nemen, dat, dat mensen ook weten hoe je dat moet. Want dat is dat dat een van de moeilijkere. Deze drie soorten ja, je moet voor die hout hebben, gewoon drie hout, die kan je, die kan je hier doen, zo hot vlot. dat is het gewoon, dit is het, en je krijgt zes stuks, dus dat is nog best wel veel ook. En hier kunnen ook geen mobs op spawnen, dat jullie het ook maar weten. Die stone slabs, uh, ja ik weet wel als gemind dat je keisteen krijgt, maar hoe krijg je dan stone? Of je hebt een dus silk touch pickaxe nodig, of gewoon iets met silk touch, of uh, ja dat, anders kan je het ook verkrijgen door... Zo even kool fixen. Hoe oh, schrijf je kool <laughs> Ja, sorry, ik ben een beetje Engels chisel uh, en toen Kijk, zo en dan krijg je stone. En met die stone kan je ook uh, smooth stone maken. Gladsteen, ja, leuk. Ditte. Dits, dit is. Deze chisel Voor de mensen die zich dit al vragen. Die kan je zo maken door dit erin te doen. Maar ja, eenmaal uh, heb jij dit uh, stone. Dan kan je hier ook stone slaps mee maken. En zo werkt met, met het rest, met de rest ook. En ja, daar is het wel zo'n beetje. Kijk, met deze kan je dan ook stone slaps maken. Zo simpel. Zo, dan heb je dat ook weer geleerd. Uh, ik wil jullie bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Uh, mocht je deze serie leuk vinden. Want ja, ik weet het nu, is het wel allemaal heel simpel uitge uitgelegd en zo. Maar ja, er komen steeds moeilijkere dingen aan. Misschien zijn er ooit dingen die je niet eens wist dat kon gekraft worden. Het moet ook niet altijd iets zijn wat gekraft wordt, maar ik begin gewoon hiermee omdat het, het makkelijkste is. Goed dank voor het kijken en tot ziens, later.